You can't hide. Mensen, welkom bij een nieuwe Outlast DLC. Nieuwe aflevering. Tot na de intro. Okay, people, let's go to work. Okay, thee helpt voor ontspanning. Jullie weten wat vorige keer is gebeurd. We zagen die man basketballen en we zitten in de gevangenis en we proberen te ontsnappen. Ik zal je zeggen, het is science, maar het is niet. Ze wachten voor ons in dit plek. Billy begreep. Ze hebben altijd hier gezeten. Oké, ja, ik vind het tragisch. Maar ken je ook dat sprookje van Assepoester? Die had op een gegeven moment had hij zijn meldje waar ze verloren. Toen kwam er een prins. En die had op een gegeven moment was er een schoentje en die paste dan of zo. Of was dat Sneeuwwitje? Nee. Nee, die om moet dus even dwergen. Nou, ik vind jouw sprookje ook heel boeiend. Ik wil zeggen, veel succes ermee. En mooie armband trouwens. Echt heel cool. Ik ga er vandoor, ja? Een telefoon. Het is dood. En kunnen we daar ook naar binnen? Natuurlijk kunnen we daar binnen. Een vraagje. Is dat bloed filmbloed of? Jongens. Ik heb geen zin om weer daar naar binnen te gaan. Godverdamme, hé. Hallo? Oh, fuck. Ik wil hier niet doorheen. Hallo? Hij gaat door die deur? Oké, blijf daar. Blijf daar maar. Oké. En? Oh, ik kan hier wel kijken op zich. Het is wel kei donker, maar ik kan op zich wel kijken. Deur dicht. Alles dicht, voor de veiligheid. Ik vertrouw niemand meer achter me. Voor me ook niet. Wat is dit? Hallo? Ik wil mijn moeder spreken. Holy fuck! Oh. Waylon, you couldn't just... couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. But you're done talking now. Do me a favor and die here, Park. Hij heeft een wapen, waarom ik niet? Oh, er gaat wat komen, hè? Er gaat wat komen, jongens. Kan die schuilen hier? Onder die? Hallo? Kom niet binnen. Hallo? Wie de fuck ben jij? What the fuck ben jij? Hij zit achter me. Waar moet ik heen? Fuck. Ik ren er maar. Vluchten, rustig blijven, Vince. Dat is het enige wat je kan doen. Rustig blijven. Achter je aansluiten. Hij komt eraan. Oh, fuck. Oh, shit. Nee, weg. Hij staat daar. Weg. Hij ziet me niet. Het is donker, je ziet me niet. Alsjeblieft, weg. Alsjeblieft. Weg. Oh, hij hoort me. Ik weet niet in welk sprookje hij zit. Hij zit in het sprookje van de 7 dwergen. En hij is een van die dwergen. Hij is die ene domme. Oh, weg. Weglopen hier. Ik moet hier weg. Hoe kom ik hier weg? Oké, hier ben ik veiliger dan daar. Waar is die? Hallo?
Oh, ik blijf hier onder hoor. Waar zit hij toch? Waar zit hij? Hallo? Zien jullie hem? Dit is het spelletje van Dora. Klik maar op het monster als je hem ziet. Klik er maar op. En niet op Smeeber klikken. Daar zit hij helemaal. Voetstappen. Ze mogen mijn voetstappen niet zien. Ben ik altijd op blote voeten? Ham. Ik ga niet meer door de bloed heen lopen. Dat verraadt mijn instinct spoor ding iets. Kunnen we hier doorheen? Dankjewel. Wat is hij aan het doen? Down. Hij gaat zeker downtown schrijven. Weet ik nou al. Downtown. We live downtown. You are a psychopath. Kijk hoe die gekleed is. Ik vertrouw echt geen mensen hier. Dadelijk vallen ze aan in één keer. Oh god, one of them's coming. It's not even human anymore. Hij zit achter me aan, hè? Ik weet het. Hij zit achter me aan, ik weet het. Ik hoor het. Maar oké, jongens, rennen. Ik ga rennen, ik weet het. En hij zit achter me aan, ik weet het. Maar we gaan niks laten horen van onszelf. We gaan zoiets hebben van YOLO, we moeten iets doen. En we springen gewoon ergens heen. En het was gelijk goed in één keer. Bam, Vincent, je weet hoe je moet gamen! Dat hoop ik. We zijn nu buiten. Ja, hier kan ik wel op zich naar beneden. In de hoop dat er niks uitkomt dadelijk. We zitten op een buitenplaats. En het is keidonker. Het liefst ga ik naar het licht toe. Dat gaat niet. Het liefst ben ik niet in het donker, dat weten jullie. Want ik kan nooit wat zien in het donker, dat is het probleem. We gaan weer naar beneden en we gaan weer een grot binnen. Nou, grot, een ondergronds stelsel of iets. Hallo, mooie blaadjes. Nou, daar kan ik toch niet doorheen kruipen, Vincent. Ik probeerde het, maar ik kan het niet. Zo smal ben ik niet. Wat hebben we hier allemaal? We hebben hier allemaal flutsels. Kunnen we hier trouwens ergens wel uit dan? Nee, ik denk dat we hier wel echt doorheen moeten. Ja, zie je het? Het lukt gewoon. En, oh, gadver. Wat zijn dat, wormpjes? Bloedzuigers. Ik wil niet in het water. Ik vind water verschrikkelijk. Bij de auto's had ik een trauma aan één level in het water. Nee, nee, nee. Gaan we hier naar binnen? Een kerk. Is het een kerk? High voltage. Ik denk niet dat we daar dat moeten aanraken. Er staat iets onder flinke spanning. Vooral de deuren. Dus ik denk dat we hier binnen moeten zijn om verder te komen. En hier ben ik niet blij mee hoor. Dat mag ik je eerlijk zeggen, hier ben ik niet blij mee. Zo'n kerk. Nee hoor, ik vind niks. Dus ik hoop niet dat we hier doorheen moeten. Ik zie wel papier. Papier hier, hè? Oh, wat loopt daar dan? Oh, het is maar een mannetje. En die man, die doet niks. Nee hoor, dat is gewoon een man. En dan wil hij me stompen, dan komt hij me achter me aan. Ik ren toch voor hem weg, zeg maar. Dat is mijn tactiek. Ja, dan weet ik niet of je hier doorheen moet. Nee, dat staat allemaal onder spanning. Daar ga ik niet aankomen. Hoe graag jullie het ook willen. Ik ga mezelf niet onder spanning. Ik heb al spanning en dan... Ja, hier heb ik dan dubbel spanning. Dat doen we niet. Sorry mensen, spijt me. Ik ga de andere kant eens opkijken. Daar kom ik vandaan, daar moet ik heen. Althans, die deur staat open. Dank u deur voor het openen. Kunnen we hierheen? Nee, ook niet. Holy fuck, wat gebeurt er? Oh, ik klikte op Steam. Omdat meneer Jimbo online kwam.
Je moet het niet doen. Is een batterij op? Bijna wel. Ik ga mij laden. We hebben genoeg batterij nog. 3 of 2 of zo. 2. 2 stuks. En ik moet hem hier wel even aandoen. Want het is echt heel donker. Weer naar beneden. Oh, hier weer naar beneden. We waren hier nog niet geweest. Zal ik de deur... Ja, nee, daar komt niks achter me aan. Hier is er tenminste licht. En licht is fijn. Voor jou en mij zijn we graag in het licht. Oké, dan ga ik inschuilen als het niet goed gaat. Onthoud hoor, die plek. Die man is even aan het vingerverven en zo. En die is wat verf aan het zoeken. Niks ergens. Maak je niet druk. Heb ik de stroom uitgezet? Ik denk het. Ik denk dat ik stroom heb uitgezet. Dus ik ga weer teruglopen en ik ga kijken of het echt de stroomknop was. Als het echt zo is, dan zitten we goed. En dan heb ik mijn taak volbracht. En ik denk dat ik best wel... Oh, fuck. Ik hoorde van iemand gillen. Net. Hoorde je dit ook? Iemand schreeuwde. Nee, we kunnen nog steeds hier niks doen. Ik dacht toch echt dat ik de elektriciteit uit heb gezet. Of heeft iemand die knop weer aangezet misschien? Ik denk het laatste. Ik denk dat we weer terug moeten naar die plek. Helaas. Oh, daar heb ik geen zin in. Ik dacht, ik ben eindelijk weg van die plek. Maar nee hoor, en ik speel dit spel ook lekker 's avonds. Is helemaal niet erg. Al speel je het overdag. Hè? Dan maakt het niet uit. Het is gewoon, het blijft een enge game. En ja, ook dit is weer krankzinnig, want ik moet naar een plek toe. Terwijl ik daar helemaal niet naartoe wil. En ik weet dat die gasten me niks kunnen maken, maar het is toch een beetje creepy. Waar is die heen? Ze hebben hem weer overgezet, zie je het? Ze hebben hem gewoon weer overgezet, die knop. Batterijen. En wie heeft er aangezeten? Oh, dat was niet cool. Oh, wat een lul. Jaren 80. Ken je dat, jaren 80 muziek? Hij zit achter me aan, ik weet het. Snel weg. En achter me dicht, achter me dicht, achter me dicht. Alles belangrijk. Hij komt eraan, hij komt eraan. Graf vent. Opzouten. Opzouten. Oh, hij komt achter me aan. Hij komt echt 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 achter me aan. Holy fuck, 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 fuck. Niet komen daar. Niet komen daar. Kom niet. Door die deur heen. Kom niet door die deur heen. Ik zweer het je. Blijf weg. Hallo meneer. Niet komen daar. Niet komen daar. Niet komen daar. Niet komen daar. Ik zweer het je. Kom niet. Kom niet door die deur. Kom niet door die deur. Oké, cool. Hij is weg. Ik weet niet waar, maar hij is gewoon weg. Er gaat wat gebeuren hier. Zo'n lange gang vertrouw ik nooit. En opgesloten. Wat zit er in dat water? Toch niet als amnesia, hè, dat monster. Ik ga hier onderdoor.
maakt het zo eng, dit spel? Wat maakt het nou zo eng? Er gebeurde niks. Er gaat ook helemaal niks gebeuren. Verdomme! Wauw, dit ziet er gaaf uit. Kijk dat licht. Ik ga precies de verkeerde kant op, zou je altijd zien. We gaan de vuurtoren op. Helemaal naar boven. Althans, dat is de bedoeling. We kunnen ook geen andere... Je kan het niet maken om een mannetje achter me aan te laten gaan hier. Het is wel gaaf, zijn achtervolging op die vuurtoren. Ja. Oké, goed zo. Nice. Hij is gesprengd. Heel vet dit gedaan. Heel vet. En dit is typisch een video waar je naar kan kijken. Wat is dit voor een lelijke texture? Het is heel apart dit zo gedaan. Nee, maar... Dit is een voordeel voor de mensen die dan liever geen DLC wil spelen of sowieso geen Outlast. Die kunnen dan lekker de video's kijken op mijn kanaal. En dan is het een stuk minder eng dan dat je het zelf speelt. Dat klopt toch? En daarom kijken jullie deze video. Gewoon om minder van het schrikken te ontvangen. En dat is gewoon zo. We zitten boven de vuurtoren, maar god niet wetend wat ik hier moet doen. Moet ik een kabelbaantje naar beneden? Nee, we gaan springen. Oh, kom op. Oh, die shit. Dat hout. Au. Oh, dat was best hoog. Zijn dat geestelijk gestoorden weer? Of? Oké, als hoe dit afloopt zie je in de volgende keer van de Outlast en zo. En dan komt het goed.